Familie en wat goede vrienden waren al snel op de hoogte, maar toch hield ik het meer voor mezelf. Een stukje schaamte, verwerking, verdriet, boosheid. Totdat mijn operatie live te volgen was in een uitzending van Operatie Live. Ik vond het doodeng, maar ik kreeg louter positieve reacties van familie, vrienden en kennissen die nog niet op de hoogte waren. Het deed me goed en viel me als een last van mijn schouders. Het gaf me een hoop meer zelfvertrouwen. Nou, ook een mooi voorbeeld denk ik van iemand, hè? Eigenlijk precies wat jij zegt, van die uiteindelijk toch naar buiten treedt en het deelt met anderen en daar alleen maar positieve reacties op ontvangt. Ja. Mooi, ja, niks aan toe te voegen. Nou ja, en juist je vrienden en je familie weten dat jij behalve die Parkinson ook die andere persoon bent. Want zo hebben ze je volledig meegemaakt. Precies, hè? Met het werk wat je deed of de hobby's die je had. En ik denk dat het voor hun alleen maar prettig is als ze zien dat je dat ook nog bent. Ja. En dan is mijn ervaring dat over het algemeen vrienden en familie gewoon blijven. Ja. En dan niet medelijden hebben, maar willen meehelpen als het nodig is. Ja, mijn broer heeft helemaal geen medelijden. Die is jutter in Egmond. Oh, leuk. En die roept altijd, ik vind het heerlijk dat je met mijn strand jut. Dan zeg ik, hoezo? Zegt hij, nou, sinds je krommer bent gelopen, vind je steeds meer op het strand. Dat is een mooie relativering. Ja, dat is